van Enthousiasper, leuk dat je kijkt. We zijn hier weer bij een Enthousiasper proeft video en je ziet hem zitten. Deze keer ben ik niet de enige met een baard. Nee, er zit iemand anders bij. Dylan, welkom. Leuk dat je er bent, man. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, zeker. Het grappige was, enige tijd geleden hadden wij een hele speciale Fanta proef video waarin we allemaal unieke smaken van Fanta aan het proeven waren. Trouwe fan Dylan die stuurde mij een berichtje en die zei, ja Jasper, dat is leuk, maar je mist één hele belangrijke smaak, namelijk de Fanta Pomelo. Nee. Maar die had ik niet. Nee, die had je niet, nee. Dus toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik nodig Dylan uit om sowieso de Fanta Pomelo te proeven. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik haal helemaal uit Amerika nog wat andere smaken die ze niet in Nederland hebben. En die gaan wij in deze video proeven. Ik ben heel erg benieuwd welke ik het lekkerste ga vinden. Ik heb wel een beetje een voorkeur qua smaken. Ik hou wel van lekker fruitig. Nou, ze zijn allemaal fruitig, dus dat scheelt. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze gaan smaken. Wil jij ook weten hoe ze gaan smaken? Nou, dan moet je blijven kijken. Dus ik zeg, let's go! Alrighty, dan beginnen we met de eerste. Dylan, je hebt hem meegenomen, de Fanta Pomelo. Ja. Met pomelo sap. Wat is pomelo eigenlijk? Volgens mij is het een grapefruit. Grapefruit. Juist, goed. Nou, nu hoor ik je denken, dit klopt niet helemaal. En ja, dat klopt. Kom ik zo even op terug. Zal ik hem mooi inschenken, grote vriend? Een klein bodempje, dan zou je denken, ja, ik wil gewoon een heel glas. Dat snap ik, maar we moeten nog heel veel proeven. Dus dat wordt even een dingetje als we nu heel veel gaan proeven. Ik ben heel benieuwd. Hij ruikt heel erg naar grapefruit. Ik zeg, proost, grote vriend. Dan gaat hij de eerste. De kleinste waarschijnlijk. Wat vind je ervan? Ja, het is de... Dit is het enige andere wat ik drink naast cola. Echt waar? Dit is jouw favoriete smaak, Fanta ook. Oh, daar zal ik er maar niets verkeerds over zeggen. Ik vind hem wel heel lekker. Ik geef deze zeker wel een 7,5 als je het mij vraagt. Waarom moeten ze cijferen? Nou, moet niks. Maar als ik hem een cijfer mag geven, dan krijg je een 7,5. De Fanta Pomelo. Ik zou zeggen, koop hem zeker. Nou, gaan we maar snel verder naar de volgende. Het eerste blikje gaan we openen. Helemaal speciaal vanuit Amerika geïmporteerd Wild Cherry. Dan ben ik heel erg benieuwd, wat zal het wilde aan deze kerst zijn? Hij loopt weg waar je bij staat. Hij springt. Ja, ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd. Oeh, hij is wel lekker rood. Een hele rode... Ik hoorde laatst van iemand dat in Amerika dat ze heel veel kleurstof aan toevoegen. Dus volgens mij worden dit hele overdreven, een beetje limonadige kleuren. Ja, nou, dat ruikt ook. Hoe ruikt die? Zo, dit is kers. Jeetje, nou, ik zou zeggen, proost. Wauw. Ja. Wauw, het glazuur van je tanden springt eraf als je een slok neemt. Wow, dat is heftig. Oh, dat is echt heel heftig. Nee. Ken je die limonade van vroeger, op het moment dat je op kamp was? Zo'n hele grote jerrycan met limonade siroop. Ja. En dat schonken ze in. Dat is een beetje hetzelfde, alleen zit er nu te weinig water bij. Het komt een beetje als siroop. Ja. Ben je mee eens? Ja. Wel, hè? Ja, ja. Nee, ik vind deze minst lekker, hè? Minst lekker. Dit is niks. Minst lekker. Nou, dan gaan we verder naar de volgende. Kijk of die wel lekker is. Nou, de eerste Amerikaanse was niet een heel groot succes. Ik ben benieuwd of de tweede wat beter gaat zijn. Dit is Fanta Mango. Ja, ik weet niet wat ik... Is dit mango? Dat vroeg ik me dus ook wel af. Het ruikt niet naar mango. Nee, waar ruikt het wel naar? Misschien waar naar smaak. Is geen mango. Ja, wat is dit eigenlijk? Ja, het heeft iets weg van mango, maar er zit iets bij. Er zit iets bij inderdaad. En er staat heel mooi op, en dit vind ik nog het mooiste, is dat 100% natural flavors, maar vervolgens staat er ook bij contains no juice. Met andere woorden, het is 100% natuurlijk, 100% natuurlijke smaak, maar niet van de mango. Ja, kijk, nu, dit is handig, hè? Je gaat gewoon even rustig op onderzoek uit wat er allemaal in zit. Er zit een kleurstof in, Yellow 6. Yellow 6, oké. Okay. Dat is op het moment dat je als je naar de gamma gaat en je wil je muur verven, dan zeg je ja, Yellow 6, dan krijg je mango flavored. Corn syrup. Ja, dat doen ze dus allemaal. Dat is heel slim, want corn syrup, als je dat drinkt, dan krijg je extra dorst. Dus daar ga je extra veel van drinken. En daarom dat die Amerikanen ook allemaal zo, ja, of ja, dat netjes zeggen. Het heeft ook
Ja, dat hun maat M, onze maat, wat is het? XL is. Nou, ik kan de... Je kan de originele smaak... kan ik niet echt plaatsen. Het voelt een beetje, ik denk dat we in Nederland een soort van passievrucht, soort van... Ja, ja, ja. Dat een beetje, hè? Tropical. Ja, precies. Ja. Precies, inderdaad. Op het moment dat je in Nederland zo van die tropical siroop of van die tropical juice koopt, dan krijg je deze smaak. Ja. En dat noemen ze in Amerika mango. Ben je benieuwd naar de volgende? Oh, ja. Ja, ik ook wel. Laten we hem eens even gaan proeven. Tijd voor blikje 3. Dit is pineapple. Ja. Nou zal ik je vertellen, mijn vriendinnetje Steffi, die is helemaal dol op ananas. Dus ik denk dat zij hem heel erg lekker gaat vinden. Jammer voor haar. Want ze zit niet in deze video. Wow, dit is geel. Dat is wel een leuke kleur. Ja, dit is een hele... Dit is alles behalve natuurlijk. Dit is zo geel. Dit is gewoon net zo geel als de buitenkant van een citroen. Ik zeg proost, grote vriend. Hoe ruikt hij? Hij ruikt naar ananas. Hij ruikt wel naar ananas, ja. En hij smaakt naar ananas. Ik vind deze wel heel lekker. Dit is als je Fanta ananas denkt, dan denk je, dan is dit de Fanta ananas. Dit is, ja, dit is wel. Ja. Ik geef dit een 110. 110? Voor iedereen die thuis nou zit te kijken en denkt, waar komen die stemmen vandaan? We hebben twee hele adorable juryleden die vandaag meekijken of het goed gaat. Dat zijn de dochters van Dylan. Ja. Die willen alles even goed controleren of alles goed gaat natuurlijk. Dus mocht je zo meteen applaus horen, mocht je zo meteen meisjes horen zeggen dat ze het heel goed vinden. Je hoort hem al. Meisjes horen zeggen dat ze het heel goed vinden. Dan zijn dat de juryleden. Op de schaal van 1 tot 10, hoe lekker vind je deze? Ik vind hem persoonlijk zeker wel een 8 waard. Dus hij staat bij mij aan deze kant. Oké. En jij? Hij is beter. Beter dan de rest. Ja, top. Dan ga ik ondertussen even aan de jury vragen wat goed vinden. Gaan wij door naar blikje 4. Nu komt een hele interessante. Dit is grape. Oftewel druif. Ja, dat zit ik dus ook aan te denken. Zal dit dus hetzelfde smaak als cassis? Dat is even de vraag. Het zal wel waarschijnlijk wel hetzelfde uitzien als cassis. Nou, Dylan, daar gaat hij, jongen. Alweer. Wow. Hetzelfde als cassis. Zeker niet. Wow, yo. Dit is bizar paars. Cheers, man. Daar ga je. Ja, dit is heel vies. Kan jij hem thuis brengen? Wat voor smaak het is? Nee, hè? Is dit nou grape? Is dit nou... Het is super waterig. Ja. Het proeft zelf, het heeft zelfs wat weg. En het is best wel grappig. Het heeft wat weg van de kersensmaak. Als in die kersen... Ja, alleen minder heftig. Alleen minder heftig, ja precies. Ja, minder zoet. Ik vind hem lekkerder dan de kersen. Ja. Maar minder lekker dan de mango. Absoluut. Dus dit is wel een beetje de volgorde. Ja. Ik chemisch, dat vooral. Chemisch. De kleur en de smaak, alle twee chemisch. Zeker waar. Zeker. Tijd voor de volgende. Naar 5. Heel goed, je hoort hem. Wij gaan naar smaakje 5. En dit wordt een interessante, want dat is de enige... Waar wel juice in zit, maar dan moet even goed bijgezegd worden. Contains less than 1% juice. Maar dat is wel de enige waar daadwerkelijk juice in zit. Ah, dit is grapefruit. Precies. Dus dat zou gelijk moeten zijn aan... Ik wou net zeggen, dat zou dus gelijk moeten zijn aan de pomelo. En ik ben benieuwd of dat zo gaat zijn. Nou, daar heb ik vast antwoord op. Nee, want een pomelo en een grapefruit zijn namelijk twee verschillende vruchten. Of die een beetje dezelfde kleur gaat hebben. Of dat die een hele andere kleur gaat hebben. Dit is interessant. Dit is interessant. Dit ziet eruit als cassis. Als cassis, als 7-Up. Als cassis. Suiker stijgt naar mijn hoofd. Nu al. Het ziet eruit als bitter lemon, dat is het. Bitter lemon ziet er ook zo uit. Het ruikt ook naar bitter lemon. Ja. En wat smaakt dit nou? Het is gelijk een bitter lemon. Dit is bitter lemon. Dit is heel gek. Dit is zeker geen pomo. Nee. Grapefruit. Nou, dit is geen grapefruit, jongens. Eén ding. Dit is grapefruit. Nou, nee dus, want dit zijn pomelo's.
En pomelo's zijn groter en smaken zoeter dan grapefruitvruchten. Daarnaast zijn grapefruits rond en groeien pomelo's in de vorm van een traan. Het is geen grapefruit, het is gewoon bitter lemon. Wie vreet een grapefruit met suiker? Misschien ja. Is dat het effect. Waar zal jij deze tussen zetten? Ik zal hem maar voor aanzetten. De jury wil hem graag voor aanzetten, maar wij zetten hem precies. Ik vind het wel een goede, ja. Ik vind hem niet heel vies. Ja. Nee, hij is niet vies. Goed, er werd net eventjes tussendoor gezegd dat pomelo en grapefruit waarschijnlijk twee verschillende smaken zijn. Twee verschillende smaken, twee verschillende vruchten. Ja en nee, want het zijn alle twee citrusvruchten, maar natuurlijk wel alle twee verschillende citrusvruchten. Toen dacht ik nog eventjes mezelf te redden met, nou dit lijkt toch wel heel erg op een grapefruit, maar als je naar het plaatje kijkt... Dan snap ik dat je in de war bent, want als je ze opensnijdt lijken ze verdomd veel op elkaar. Wij gaan verder naar peach. Ik ben benieuwd of deze smaak je hebt. Wij hebben natuurlijk peach hebben wij qua ijsthee. Ik heb een knoffertje peach heet. Ja, kat. Dus, en misschien heeft hij dezelfde kleur. Er zijn knuffels die peach heten. En ik hoor dat het een kat is. Dezelfde smaak, hè? Ja, precies. Ik ben benieuwd. Oh, het is weer, het ziet er weer... Die ziet er wel anders uit dan jou, hè? Nou, ik kan je zeggen, puur alleen maar voor de kleur zal je al deze smaak eens een keer moeten proberen. Ja. Oh, oranje, maar mijn haar is roze. Het ziet er oranje uit. En maar lijkt denk ik niet op peach. Het is wel echt. Dit is echt persik. Persik, ja. Geen peach. Oeh. Peach is een beetje lichter. Het ding is, dit is een heel duidelijke persik. Ik vind de nadruk echt smerig. Ja, het is heel vies. Het is heel chemisch, het is een beetje... Plakken. Nee. Ik vind hem... De schaal van 1 tot vies. Ja, heel vies. Ik raad hem niet aan. Ik zet hem hier neer. Ik raad hem ook niet aan. We hebben er nog 2 te gaan. Dus ik zeg, blijf lekker kijken. Wij zijn aangekomen bij smaak nummer 8. En het kan niet anders dan dat deze berry lekker gaat zijn. Berry. Berry. Echt zeker? Oh, dit wordt heel eng. Welke kleur denk je dat het gaat hebben? Nou, blauw. Blauw, maar dat is toch heel raar? Dit is toch heel gaar? Dit zijn hele natuurlijke kleuren. Dit is Aquarius, ja. Het ziet er echt uit. Ja, ik niet als... Jezus. Dit kan heel... dit kan heel snel heel slecht gaan. Ja. Ik vind hem wel lekker. Jij vindt dit lekker? Ik vind hem wel lekker. Ja, het is heel slecht. Ik vind dit ik vind het wel lekker. Ja, jij vindt hem niet lekker, hè? Nee. Niet aan jou besteed? Ja, absoluut niet. Niet aan jou besteed. Oké, dan zetten we hem. Dan maken we hem even... Ik zou hem persoonlijk... Ik vind deze nog steeds het allerlekkerste. Zet ik hem hier tussen. Want dan, als in, ik vind hem wel lekker, jij vindt hem wel vies, komt hij het midden uit. Ja. Nou, vooruit. We hebben nog eentje te gaan. Tijd voor de laatste. Alright, de allerlaatste Green Apple Fanta. Granny Smith, ja. Nou, welke kleur zou dit nou hebben? Paars. Ja, dat zal wel leuk zijn. Het voelt een beetje als Fernandez. Het voelt een beetje als Fernandez. Dit is nog ook wel dat zo chemisch uit. Ja, het ziet. Wow. Ha, die blik van jou. Dit is heel erg appel, hè? Het ruikt naar appel, maar er zit iets heel zoets doorheen. Ja. En dat klopt niet. Nee. Groene appel is niet zoet. Nee. Ja. Ik ben benieuwd. Gele appel is zoet. Ik sta niet. Als je een slok neemt, gaan beginnen een soort van de bruis in je mond. Ja. Zo chemisch is dit. Het reageert met je slijm, ja. Ik vind hem niet vies. Ik ben wel voor appelsap, maar dit is wel chemische appelsap. Wat vind je ervan op de schaal van 1 tot 4? Waar zou je hem neerzetten? Als het aan jou ligt, waar zou je hem neerzetten? Ja? Nou, dat vind ik helemaal goed. Dit is wel een beetje zo, en dan deze nog bij, waar zet je deze? Ja, precies. Tijd voor de conclusie. Ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ja, dan zijn we dus nu aangekomen tot het meest belangrijke gedeelte van de hele show. Ik moet zeggen, de suikers die
spetter in mijn hoofd uit. Suiker of kleurstof? En kleurstof ook. Ja. Even een hele goede conclusie denk ik wel is, dit is chemisch tot en met. Ik heb nog nooit zulke chemische drankjes gedronken en ik kan je zeggen, ik heb 2 keer een monster video gemaakt. En die waren minder chemisch dan dit. Dus dat geloof ik niet. Dat zeg wat. Nou, mocht je die monster video's willen zien, check ze hier in de link, of hierboven bedoel ik. Dan kan je erop klikken, kan je ze zien. Maar, even, schaal van 1 tot vies. Welke vond je het lekkerst? Ja, nog steeds pommelo. Pommelo. Als je het mij vraagt, dan zeg ik, dan zal mijn vriendinnetje vast blij mee zijn, de pineapple. Die vind ik het lekkerste. Zou jij, als je dit zo geproefd hebt, Fanta vanuit Amerika naar Nederland halen? Nee. Nee, ik ook niet. Absoluut. Ik ook niet. Ja, ik vond het een geslaagd experiment. Ik kan je zeker aanraden om ze niet te kopen. Oh, wat was dit vies? Dit was echt heel vies. Ja, ja. Behalve deze. Deze die neem ik mee naar huis. Ik ben al thuis. Vond je het nou een leuke video? Laat het even weten in de comments. Laat me dan even weten welke jij het minst chemisch eruit vond zien. Voor de rest, hit die blauwe duim als je dit een toffe video vindt. Hit die bel als je op de hoogte wil blijven van alle nieuwe content. Want als je die bel hebt gedrukt en wij zetten iets nieuws online, dan ben jij de eerste die het ziet. Voor de rest, vergeet niet te abonneren. Hè? Omdat dat wij heel veel abonnees hebben, dan kunnen we dit veel vaker gaan doen. En anders niet. Voor de rest, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Tot ziens. Later. 'n leuke video was dit, hè, jongens. Potverdrie. Ik heb echt genoten van het kijken. Het glazuur van mijn tanden is eraf. Ook bij Dylan, die heeft inmiddels ook een kunstgebitje. Maar het was wel een fijne video om weer te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Hey, vergeet natuurlijk niet even op die grote ronde knop te drukken daar. Dat is de enthousiasme knop. Dat vinden wij leuk. Hebben we meer abonnees. Dankjewel, hè. Tot volgende week.